In deze Fotos op QuickTip laten we je zien hoe je op een simpele manier portretten kunt retoucheren. We nemen dit krachtige portret van Inge Marije om het effect te demonstreren. Eerst maken we twee kopieën van de achtergrondlaag. De bovenste laag maken we even onzichtbaar. Op de tweede laag plaatsen we nu een Gaussiaanse vervaging. Stel deze zo in dat de textuur van de huid net niet meer goed zichtbaar is. Deze laag gaan we straks gebruiken om verkleuring in de huid weg te halen. Als je dit hebt gedaan, kun je de bovenste laag weer inschakelen en selecteren. Klik op afbeelding en vervolgens op afbeelding toepassen. In het menu kiezen we nu voor de laag met de vervaging en vervolgens voor aftrekken. De waarden rechtsonder stellen we in op 2 en 128. Nu heb je een grijze laag waarin je de textuur van de huid kunt herkennen. Stel de weergave in op lineair licht en je lijkt weer terug te zijn bij de oorspronkelijke foto, maar nu hebben we twee lagen die we kunnen gaan aanpassen. De eerste laag voor de huid, de tweede voor de texturen. Neem de laag met de blur, pak de lasso en stel de doezelaar lekker hoog in, zo rond de 30, zodat de effecten mooi in elkaar overlopen. Selecteer een deel van de huid en gebruik weer de ge chaotiaanse vervaging om vlekken et cetera weg te halen. Als je hiermee klaar bent kun je de bovenste laag selecteren en de kloonsempel gebruiken om storende rimpels, poriën en andere zaken weg te werken. Druk op Alt om een stukje huid te selecteren dat je wil overnemen en teken daarna de details weg. Door de twee lagen te groeperen kun je makkelijk het effect van je bewerking bekijken. Als je eenmaal klaar bent, kun je de dekking voor beide lagen in één keer aanpassen als je vindt dat je te ver bent gegaan. De oorspronkelijke foto komt dan voorzichtig weer tevoorschijn.